Het hooggebergte komt eraan in de Giro. De slotweek is de week van de waarheid. Daarom hebben de mechaniekers van de Rabobank de fietsen wat aangepast. Een klein beetje wel. We hebben de verzet aangepast en de wiel- en bandenkeuze. In dit soort ritten rij je eigenlijk altijd zo licht mogelijk, dus met lage wielen. En in dit geval met een 27 tandjes of 28 tandjes van achter. Waar de jongens het mee moeten gaan doen in de twee slotklimmen. In de zware rit naar Cervinia ligt het veld volledig uit elkaar. Tom Jelte Slachter komt als 25ste over de streep. Hij is door en door nat en koud door het slechte weer onderweg. Maar na een warme douche kan hij ons in de bus toch te woord staan. Goh, ik ben naar de kloten. Maar dat is wel normaal, denk ik. Ik hoop iedereen. Ik weet ook niet precies hoeveel ik ben geworden. De eerste groep moest ik net laten gaan. Ik zat in een groepje erachter met Koenigo en Stettina. Maar volgens mij verlies ik 1,40 ongeveer, of kleine 2 minuten. Maar, gewoon de zwaarste dag tot nu toe. Wat vertelt u dit voor de rest van de Giro? Ik weet niet precies hoeveel ik nu ben geworden, maar ik denk rond plek 20. Dus misschien dat een beetje mijn plek is hier in het Hooggebergte. Vandaar waren natuurlijk hele lange klimmen. En misschien schuif ik wat op nu en... als ik dit kan vasthouden is het in principe goed, maar toch een beetje teleurgesteld dat ik niet met de beste mee kom. En nu goed herstellen met een aardappel? Ja, die pasta heb ik echt wel een beetje gehad, dus ik neem nu een paar aardappels. Dus dat is ook goed, hè?